We zijn vandaag in Heerhugowaard bij bouwbedrijf De Nijs om wat meer te vertellen over de Batterybox. De Nijs is een innovatief bedrijf die altijd op zoek is naar innovatieve ideeën en altijd wil meekijken naar nieuwe ontwikkelingen. De Nijs kwam naar ons toe met de vraag of wij konden meedenken aan een duurzame oplossing, omdat we hier midden in een woonwijk staan en op deze manier eigenlijk zo geluidsarm mogelijk willen werken. De Big Battery Box hebben we hier neergezet omdat ze hier een kleine aansluiting hebben van 80 ampère, waarvan wij 42 ampère gebruiken. Die 42 ampère die voeden wij in de Big Battery Box en op deze manier kunnen wij er meer uithalen en de kraan aandrijven. We hebben eerst op een andere bouw hier vlakbij in Heerhugowaard hebben wij een meting gedaan bij een soortgelijke kraan en een soortgelijke omstandigheid. Aan de hand van die gegevens zijn we gaan kijken welke batterij we hier zullen toepassen en passend is voor deze omstandigheden. Door middel van deze batterij kunnen we de pieken die gevraagd worden door de kraan uit de batterybox halen en ze hebben een kleinere netaansluiting nodig. Dit noemen we piekshaven. Je moet het eigenlijk zien als een emmer water van 10 liter. Daar hebben we 9 liter water in zitten en we willen niet onder de 2 liter komen. Daartussen hebben we 7 liter ruimte en daar kunnen we eigenlijk mee spelen om de pieken die de kraan vraagt op te vangen. De uitvoerder op deze bouw die rijdt in een elektrische auto en zelfs die kunnen we laden door middel van de batterybox. We kunnen deze batterij op afstand monitoren. Zo kunnen we altijd meekijken met de klant wat zijn verbruik is over de dag. En aan de hand van die gegevens kunnen wij een advies afgeven voor de volgende bouw of een ander project. Tijdens de bouw komen we regelmatig langs om de gegevens die wij online hebben verzameld te bespreken met de uitvoerder en kijken of er nog wensen zijn. Hier bij De Nijs hebben we een 150 kWh staan, maar voor andere klanten is misschien wel een andere toepassing dat we een 80 kunnen gebruiken, een 150 of een 300 kWh of misschien wel een 600 kWh. Hiermee kunnen wij specifiek gaan kijken wat voor welke toepassing noodzakelijk is.